Beste kastfanaatjes, Nick hier van de Kastconnoisseur. Eerst en vooral mijn oprechte excuses dat het zo lang heeft geduurd tegen jullie nieuwtjes kregen van ons. Maar ik heb helaas maar twee handen en ik heb ze allebei nodig gehad om eigenlijk ja, kastplanken en kastboxen te gaan maken in ons productielokaaltje daar. Dus helaas geen tijd voor marketing, maar tijd voor verandering. We hebben eigenlijk op twee fronten ervoor gezorgd dat we dat nu wel goed gaan doen. In de eerste plaats hebben we dus Atef, die als stagiair marketing, zijn schouders daaronder gaat zetten ook. En op de tweede plaats hebben we dan ook Social Hippo, die als agency ons gaat helpen met ook weer goede content maken voor onze Facebook, Instagram, Pinterest en al de kanalen dat we nog van plan zijn. Dus stay tuned, want binnenkort komen er dus effectief de eerste leuke posts van de Kastconnoisseur. Einde.